Hallo kijkers van Limite, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Empires of the Undergrowth. Ik heb gisteren nog wat uitgevolgd dat er ook nog een freeplay mode is. En ik vond het gisteren nog best wel leuk om te doen. Dus ik ga het waarschijnlijk ook even een aantal afleveringen doen. En wat dus betekent is dat je dus gewoon een freeplay hebt. Colony name, weet ik veel, colony color, even zien. We doen het purple. Purple colony of ants. En hier kun je gewoon, eigenlijk nog behoorlijk wat in doen. Even zien, black ants of wood ants. Black ants. Laat ik maar gewoon black ants doen. Geen nest invasions, want ik heb gisteren wel gemerkt, na een aantal, na een aantal keren, dat ze gelijk beginnen met invasies. En ik heb dus alle soorten creatures, die staan dus aan. Even kijken, Nocturnal, ja dat is dan prima. Techwave. Even kijken, de mop, die ga ik dat de touwhead doen. Maar ik snap eigenlijk niet waarom hier nog andere mierenlocaties staan. Misschien als je ooit een andere doet. Of ja, ik heb wel een aantal keren geprobeerd gisteren. En soms worden de, wat de spawnlocatie wel veranderd. Periodic flooding, day to night cycle vind ik prima. Oké, ramp with spikes. Ik zeg gewoon spikes. De start difficulty die zet ik. Weet je wat? Ik zet hem gewoon een beetje op midden. All marks even zien. Ja, ik wil gewoon alle marks hebben. Dus gaan we gewoon nu beginnen. Maar ik vond het gisteren best wel leuk om te doen. Het is ook best wel grappig om dit te doen. Want alle wezens die je nu hebt, die maken elkaar zelfs ook dood. These loyal subjects will lay the foundations of what could one day be a great subterranean empire. Kijk eens, wat te zien ligt hier het ether. En ik moet oppassen bij deze uitroeptekens en deze, want daar kan nog een soort van beetle zitten of zo. Dus dat is ook wel even. Oh god, hier is een zakel. Het is wel even verstandig om dan wel even weer op te letten. Oké, één kunnen we later naar buiten, maar ik wil eerst even een beetje eten dus nog regelen. Jij gaat die kant op. En jij gaat die kant. Kijk, dus dat betekent dat we eigenlijk al in de black ants hebben. Want gisteren had ik dus ook die wood ants. En dat werkt het op zich nog wel anders dan nu natuurlijk. Die black ants die zijn gewoon vele malen anders. En je ziet ook hier op de kaart nog wat andere plekjes met eten. Maar daar hoef ik niet naar te kijken. Alleen naar dit hoopje. En voor de rest eigenlijk niet. Kijk, pak je dit maar eerst dan eventjes. Ik weet niet of sommigen, ja, sommigen hebben wat, oké. Laat ik hier maar een beetje een ruimte gaan maken, denk ik, voor het eten. Nou, dat gaat zo mooi ook even uit. En wanneer ze ooit tijd hebben, dan gaan ze die buitenkant ook even uitgraven. Maar ik zweer het je, daar buiten, daar is het chaos. elk soort beest. Die andere soorten beesten zie ik die niet van hun soort zijn, die eten elkaar gewoon op. Kijk, hier liggen nog 2 stukjes. En dan kunnen jullie nu deze, ja, wat zijn het? Een soort wat snoepjes of zo, iets dergelijks. Kunnen ze wel pakken? Nou, wat meer etenruimte. En die ga ik wat van die workers erbij zetten. Zodat te zien zijn ze hier ook aan het uitgaven. Oh ja, kijk. Eens even kijken. Oh god. God. Ja, daarom. Dus is dat ik... daarom... doordat ik... Static difficulty hoog heb gezet, is dat niet zo. Kan ik wel zeggen dat het voor mij niet echt makkelijk is aan het begin. In ieder geval die jumping spiders. Oké, dus, hier hoef ik niet te koop, want die springhanen die zijn me te sterk af. Of ik weet eigenlijk... Ja, volgens mij zijn er springhanen, denk ik. Vast wel. Maar ja, zolang die jumping spiders niet weggaan, dan kan ik niet veel. Waar is die andere dan? Die andere die is doodgemaakt door een of andere beest ofzo. Nou, die is ook dood. Rip. Jij bent ook al bijna dood. Aan de ene kant nog wel positief. Eens even kijken. Als je ziet zijn er al een aantal dingen dood hier, dus dat is positief. Van die spinnen en van die springkaartjes. Oké, wegwezen, wegwezen, wegwezen. Dan ga je niet winnen. Oh god. Oké. Lekker agressief. Sure, nu weer een jump is spijden. De jumping spider had helemaal niks in de gaten. Ja, van die ga je sowieso niet binnen. Dat is ons zeker. Even kijken. Even kijken. Eentje ligt ook niet meer te eten. Nou, dan gaan hun weer in gevecht. Dat zag ik. Die Jumping Spider. Ja, water komt weer zo omhoog. Het is weer fijn dat die fucking beesten daar zitten. Nou, ze hebben er niks door. En nu weer gewoon naar binnen. Oh, damn. Ja, maar wat is hier aan de hand? Dat is ook wel een beetje vreemd dat ze zo daar staan. Misschien dat ze weer gedespawnd moeten worden of zo. Hier beneden is het ook echt gewoon een bloedbad. Oh god. but yes. Nope, je kunt me niet krijgen. Oh god. Nou, maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus verder met waar we gebleven zijn. Ik hoop dat het leuk vond. Geef een like of een kanaal. En dus ik volgende keer weer. Later.